Ik denk dat we kunnen starten. Goedemorgen en welkom iedereen. Er zijn heel veel deelnemers vandaag. Het zijn niet alleen collega's van de Vlaamse overheid, maar ook deelnemers van provincies, gemeentes, studiebureaus enzovoort enzovoort. En we zijn heel blij dat er zoveel interesse is voor dit onderwerp. En omdat we zoveel zijn, maar jullie hebben dat waarschijnlijk al dikwijls meegemaakt. Dus zouden we vragen om de camera's uit te zetten, maar dat heeft iedereen gedaan. En ook de micro op mute, maar jullie zijn dat al een beetje gewoon, vermoed ik. Straks kunnen jullie ook vragen stellen via de chat, dus maar daar ga ik het straks nog eens over hebben. Mijn naam is Veerle Strosse van het Vlaams Planbureau voor Omgeving en ik zal jullie door deze voormiddag leiden. Wat gaan we zien vandaag? Het gaat over een onderzoek van de Vlaamse bermen en de onmiddellijke omgeving. En we hebben de verschillende inventarisaties van bermen samengebracht in één enkele gidslaag en daar een score op voorzien. Maar daarover straks meer bij de presentatie. Zoals jullie merken, wordt er een opname gemaakt en wie dat bezwaar heeft, die kan dat ook laten weten in de chat. Dus dan gaan we ze zeker niet verspreiden. Dus zoals ik reeds eerder zei, de vragen kunnen gesteld worden via de chat. Ikzelf en Rosemarijn Steeman zullen die in het oog houden en na de presentatie worden deze overlopen. We zullen ook vragen om zeker jullie vragen of opmerkingen beknopt te houden, dus to the point. En als het niet duidelijk is, zou het mogelijk zijn dat we je uitnodigen om je vraag mondeling wat toe te lichten. De studie is opgemaakt in opdracht van het departement Omgeving en werd uitgevoerd door het studiebureau Antea en Natuurpunt Studie. En zal gepresenteerd worden door Brecht Engelen van Antea en Rosemarijn Steeman van Natuurpunt. Dus, en nu ben ik uitgepraat en zal ik jullie nieuwsgierigheid niet langer op de proef stellen. Ik geef nu het woord aan Brecht. Ik heb hem al zien ergens verschijnen. Ik hoop dat hij aanwezig is. Dus, en dat hij nu het woord zal nemen. Ja, zeker. Veerle, komt in orde. Ik zal direct een schermpje delen, dat gaat het al wat interessanter maken ook. Dus bij deze, hè. Nog even kort. Ja, het onderzoek gaat dus over de Vlaamse bermen en de onmiddellijke omgeving in het kader van groenblauwe netwerken en de afname van de biodiversiteit. Dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Vlaanderen, ja, dat is voor iedereen wel duidelijk, denk ik. En daar zijn allerlei factoren voor, zoals milieuvervuiling, ruimtebeslag, versnippering en zo verder. Dus het voorliggend onderzoek dat kadert dus vooral rond de bermen, omdat dit belangrijke plaatsen zijn die als toevluchtsoord kunnen dienen voor fauna en flora. Die zorgen voor natuurverbindingen, dus ze doorsnijden heel Vlaanderen. Ze vormen stapstenen tussen de verschillende groene eilanden, natuurgebieden, waardoor dat dan ook dan de arealen groot genoeg blijven voor het behoud van verschillende soorten. Samen ja, dus vormen ze een wezenlijk onderdeel van de ecologische structuur en de groenblauwe dooradering van heel het landschap. Naast de biodiversiteit spelen ze ook nog een belangrijke rol in de bescherming tegen klimaatsverandering, of kunnen ze dat alleszins spelen, en de levering van ecosysteemdiensten en genendiversiteit. Klein voorbeeldje hier, een aantal soorten, zeldzame soorten, gelijk de bijenorchis en de bokkenorchis, die wel in bermen kunnen voorkomen, waardoor dus alleen maar aanduidt dat ook zeldzame soorten daarin kunnen voorkomen. En ja, de algemenere soorten, gelijk de ikerisvlinder, die kunnen ook voorkomen in bermen. En die zijn sowieso overal in achteruitgang, waardoor dat nogmaals de nadruk ook voor algemene soorten in de bermen kan gelegd worden. Wat houdt het nu concreet in hier? Ja, de bestuderen de bijdrage van de bermen in hun rol en de fijnmazige groenblauwe netwerk om dat te kunnen versterken.
omdat zowel in bebouwde als onbebouwde gebieden de bermen wel goed aanwezig zijn. Dit onderzoek past binnen de doelstellingen van het regeerakkoord van 2019-2024, waar een heel hoofdstuk rond biodiversiteit is uitgeschreven, met belangrijke aandachtspunten of topics, zoals in standaardingsdoelstellingen, het creëren van meer bos en natuur als onderdeel voor de klimaataanpak, of de groenblauwe infrastructuur, ecosysteemdiensten en soortenbescherming. Het kadert ook in de omgevingsdoelstellingen uit de beleidsnota van omgeving 2019-24, opgesteld door minister De Meer. Daarin is onder andere aangewezen of gewezen op het belang van ecologisch opwaarderen van waterlopen, wegen en spoorwegen, en dat net via de aangepaste inrichting van de bermen, talus en oeverzones, en ja, meer bepaald door natuurtechnische milieubouw. Daarbij is natuurlijk belangrijk dat er een goede inventarisatie is en ook een ecologische score van bermen om daar iets mee te kunnen doen. Want momenteel bestaat er eigenlijk geen centrale inventaris, nog een algemene ecologische score, waardoor dit project op poten is gezet. Dus het doel van dit project, op basis van de gegevens die er nu beschikbaar zijn rond gewest, water en spoorwegen, was het doel van één integrale databank te creëren zonder dat er dataverlies zou optreden. Dus één performante databank waar dat alles in gebundeld kon worden. Het tweede punt was een inzicht krijgen in de kwaliteit van het groenblauwe netwerk en de biodiversiteit in de bermen. En dat door het afleiden van een praktische score, die ook gemakkelijk weer te geven is op een kaart. Een derde luik is een aanzet voor de methodiek voor de citizens and science om in de toekomst de biodiversiteit verder te gaan inventariseren en extra gegevens te verzamelen. En een laatste luik in dit rapport is een beleidsaanbevelingen om te bepalen hoe dat we daar nu net moeten gaan geraken. Dus het eerste onderdeel was de opbouw van een geografische database. Daarvoor werden al de ruwe aangeleverde data van AWV en Vlaamse Waterweg verwerkt, waarbij dat al de data met een geografische component gekoppeld werden en andere documenten, Word-documenten, PDF-documenten, die niet precies een aanduiding hadden op een locatie, die werden apart gecatalogeerd. Dus alles werd dan van daaruit gemigreerd naar één grote databank, zodat er verdere analyses konden gebeuren en de databank ook verder uitgebreid kon worden. Voor die uitbreiding was het natuurlijk ook belangrijk om te zien van welke gegevens er in de data zaten en welke dat er nog noodzakelijk waren of zijn om verder op te nemen. En daarvoor werd de databank ingedeeld in thematische tabellen. Zoals al gezegd, er mocht geen verlies zijn van data. Dus al de niet gebruikte data die werd verhuisd naar een gelinkte tabel en wordt opgeslaan gewoon als historische informatie. Hoe ziet dat er nu net uit? Ja, dus, het gaat over een database, dus dat is redelijk abstract. Het bestaat alleszins uit verschillende tabellen. De eerste tabel, daar worden alle gegevens rond bermtypologie in opgeslaan. En ook de dimensies van de berm die zitten daarbij, dus de basisinformatie, zeg maar. Dan hebben we een tweede tabel waarbij dat alle soortspecifieke gegevens worden opgeslaan. Dus locaties van exoten, rode lijstsoorten, de abundanties daarvan en zo verder. De derde tabel heeft, omdat er zijn al verschillende beheerplannen geschreven, al de bestaande gegevens rond het nu gevoerde beheer worden daarin opgeslaan. En dan een laatste tabel, dat zijn de tabellen van met de historische informatie. Dat zijn dus de gegevens die niet onmiddellijk integreerbaar waren in al de andere tabellen. Dus de data werd daarvoor ingedeeld in categorieën en verder verfijnd. Een voorbeeld van zo'n verdere verfijning is de indeling op basis van de bermtypologie. Er zijn verschillende typologieën gangbaar, hè, zoals de inbo-typologie die de meest recente is. De BWK-kartering, aanduiding van regionaal belangrijke biotopen en habitats, en de zwanenpoeltypologie. In heel die gegevens die we hadden aangeleverd gekregen, zitten verschillende schrijffouten, spaties. Soms wordt zo'n typologie aangeduid als een cijfer, soms voluit geschreven en zo verder. Dus daar vroeg wel heel wat programmeerwerk
zodat er een automatische omzetting kan gebeuren tussen al de mogelijke aangeleverde typologieën. Verder wordt ook overal aangegeven wat de bron van de gegevens is. Dus sommige gegevens kunnen in GIS berekend worden, andere zullen op terrein moeten verzameld worden en zo verder. Dus dat alles, ja, dat zorgde voor een heel sterk georganiseerde geografische databankstructuur die een overzicht geeft van al de reeds verzamelde data en ook de, ja, onmiddellijk aangeeft van welke gegevens dat er nog verder moeten meegenomen worden of aangevuld worden om gaten op te vullen. Die gaten die zijn er nog regelmatig toch wel in de gegevens. Hè. Soms ontbreekt er een breedte, soms de hellingsgraad en zo verder. De databank is ook opgesteld zodat ook puntwaarnemingen verder kunnen opgenomen worden. En die zijn voorlopig ook onvoldoende beschikbaar, maar hebben toch wel een belangrijke waarde en zouden zeker verder moeten uitgebreid worden. Nu, dat was de basis van de databankstructuur. Om nu een beeld te krijgen op de kwaliteit van het groenblauwe netwerk, werd een tweeledig scoresysteem opgesteld, waarbij dat er een landschapsecologische component was en een biotische score. Die landschapsecologische score die werd verder onderverdeeld in een soort basisscore, waarbij dat oriëntatie, hellingsgraad en het aangrenzende landgebruik worden opgenomen. En de score daarbij vermeerderd kan worden of als een berm langs een waterloop of nabij een waterloop gelegen is. In, naast of nabij historisch permanent grasland, vengebied, Natura 2000 gebieden of natuurreservaten. Dat alles levert een score op 15. Als we dan voor de reeds aangeleverde gegevens gaan kijken hoe dat eruit ziet op kaart. Dan hebben we hier dus het beeld van die landschapsecologische score. Voorlopig is deze nog maar op 10, omdat in heel veel gevallen de helling ontbrak. En hebben we dus de eerste basisscore niet opgenomen in dit beeld om een geen al te groot vertekend beeld te krijgen. Ja, zoals duidelijk te zien is, is er nog wel wat werk aan de winkel om ook die landschappelijke factor wat beter te krijgen voor de verschillende bermen. Er is nog redelijk veel rood aanwezig. De biotische score dan, die wordt opgebouwd uit een score op basis van de bermtypologie, waarvoor dat de inboottypologie nu als basis wordt gebruikt. Een vermeerdering van die score kan verkregen worden als er rode lijstsoorten in de berm aanwezig zijn, waarbij dat er een extra weging werd opgenomen voor de klasse van de rode lijstsoorten. Een gevoelige soort, een kwetsbare soort of een bijna uitgestorven soort, ja, die verdienen natuurlijk net iets andere aandacht en waardoor de score ook iets anders wordt opgebouwd. Dat levert ook een score op 25, waarbij door het gebrek aan voldoende puntgegevens die score nu ook voorlopig nog op 20 is. Verder kan er nog een aanvulling zijn aan die score door een score nog verder te vermeerderen op basis van, ja, gaat het nu over een habitatrichtlijnsoort, provinciaal prioritaire soorten of nog andere lijsten. Daarbij moet wel rekening mee gehouden worden dat ja, een soort kan een rode lijstsoort zijn en tegelijk een habitatrichtlijnsoort en een provinciaal prioritaire soort, waardoor dat de score te ver kan oplopen. En er eigenlijk dus ja, nu wordt gesteld van een maximumscore moet ingebouwd zijn om niet heel het systeem scheef te trekken. Omdat ook puntgegevens dus hier een belangrijke factor gaan geven aan die score, moet er ook wel rekening gehouden worden met nauwkeurigheid van ingevoerde punten. Omdat een punt kan al rap bij een verkeerde berm worden gelinkt, waardoor dat de score dus ook niet meer correct gaat zijn. Hoe ziet dat er dus uit op kaart nu? Al een iets beter beeld, maar met wat meer groen en oranje, maar dus nog steeds toch wel een redelijk lage score en dus ook nog wel wat werk aan de winkel. En dan geef ik nu het woord aan Rosmarijn om het luik van de Citizen Science wat verder toe te lichten. Misschien iemand die de achtergrond geeft, graag. Ja.
Ja, het is. Ja, oké, sorry. Ja. Ja, rozemarijn. Ah ja, sorry. Met al dat nevengeluid, ik had zelf mijn geluid niet opgezet, sorry. We hebben de succes- en faalfactoren voor een citizen science project in kaart gebracht op basis van bestaande citizen science projecten. Maar we kunnen eigenlijk deze vier pijlers al meegeven dat eigenlijk ja, het niet te complex mag zijn voor veel mensen aan te spreken. Het moet een gebruiksvriendelijke invoer zijn. De mensen moeten ook regelmatig op de hoogte gebracht worden van de vordering van het project, zodat ze gemotiveerd worden. En we moeten ook een beetje inzicht krijgen in de drijfveer van de waarnemers om hen te motiveren. Ja. Het grootste citizen science project van Natuurpunt Studie, dat is waarnemen.be, want we hebben meer dan 100.000 waarnemers en ondertussen al 52 miljoen waarnemingen. Dus dat is zeer succesvol. Er wordt ook continu nog aan verbeterd. En we bereiken zowel klassieke waarnemers als de nieuwe generatie, omdat we ook met moderne technologie werken. En er kan zowel via een app ingevoerd worden als online. Je kan op papier in het veld gaan invoeren en achteraf via je computer. En er komt heel wat waardevolle informatie uit, ook voor wermen. Ja. En ja, sinds kort hebben we dan ook Ops Identify. En dat zijn eigenlijk nog meer gebruikers, 300.000 gebruikers. Er zijn al sinds de opstart in mei al 1,8 miljoen foto's daardoor gegaan. Dus dat is een enorm succes en ook een enorme meerwaarde om beginnende gebruikers te motiveren en te betrekken. Ja. Dan nog een zeer geslaagd citizen science project dat door het departement Omgeving werd gesteund, is Dieren onder de wielen. En die inspanningen van die vrijwilligers die zorgen direct voor maatregelen en dat motiveert heel sterk. Er werd iemand op betaald om dat project te trekken en die hielp bij identificatie en er was ook een regelmatig rapportage over de resultaten. Dat project heeft gelopen in verschillende onderdelen en telkens wanneer er even een pauze was van dat project, dan merkte je dat er echt een terugval was van de waarnemers. De meetnetten, dat is ook nog een heel geslaagd project waar dat we bij Natuurpunt Studie samenwerken met de INBO-wetenschappers. En vrijwilligers voeren tellingen uit van zeer zeldzame planten. En zij nemen een soort peter en meterschap op voor het tellen van populaties. Dus ze nemen echt verantwoordelijkheid op. En dat gaat via een app. Of je kan ook op papier gaan invullen. Er zijn terreinformulieren die je dan in waarnemen.be kan gaan invoeren. En er is een uitwisseling van de gegevens tussen die meetnetten.be en waarnemen.be. Dus je kan meteen in beide importeren, de gegevens. Ja. En dan een heel fijn project uit Nederland, een goed voorbeeld, dat betrekking heeft op bermen, Mijn Berm Bloeit. En dat is een samenwerking van verschillende partners. De trekkers zijn Floron en de Vlinderstichting. En zij gaan echt niet alleen de planten, bloeiende planten in kaart brengen, maar ook de vlinders en insecten. En de output is dan een nectarindex dat je krijgt voor je bermen en een maaiadvies. En normaal gezien gingen ze dat eigenlijk maar voor een paar jaar doen, dat project, maar wegens succes is dat verlengd. Oké. En dan in Limburg is er een Citizen Science Bermproject in opstart. Daar is een heel mooie handleiding voor gemaakt. Maar er worden zeer veel parameters gevraagd. Dus dat is in die zin meer geschikt voor gevorderde vrijwilligers. En men richt zich ook vooral op de pareltjesbermen, de mooiste bermen in Limburg. En dat is niet bedoeld om alle bermen daarmee in kaart te gaan brengen. En in Limburg zijn ze nog op zoek naar samenwerking met verschillende partners. Dus dit project zou opgenomen kunnen worden in een
project hier, een Vlaams project. En ja, in het departement Omgeving heeft zelf ook een aantal jaar geleden de kanaal Bermen geïnventariseerd met studenten en vrijwilligers. Daar werd ook veel professionele tijd ingestoken. Het veldwerk werd uitgevoerd in teams en die werden dus goed geondersteund. Oké. Dus we hebben eventjes samenvatten wat we uit al die citizen science projecten kunnen halen. Dus we moeten zowel laagdrempelig starten, maar ook gevorderde vrijwilligers aantrekken. Dat is belangrijk. Dus we gaan ook zowel op papier als digitaal laten invoeren, zodat we de verschillende profielen bereiken. Mensen moeten zowel vrijblijvend kunnen deelnemen, maar het is ook, het motiveert wel om mensen een lange termijn engagement te laten aannemen. Er moet echt iemand dat coördineren, dat project, professioneel. Want het opstarten van zo'n project, dat kost enorm veel energie. Maar dat moet ook een blijvende ondersteuning en motivatie zijn. In teams werken, dat blijkt zeer motiverend te zijn. En zo kunnen ook meer gevorderde mensen die ervaring hebben met inventariseren van bermen, die kunnen dan beginners gaan opleiden. En er moet regelmatig ook gerapporteerd worden over dat project. Het is ideaal om een website te hebben met een kaart waarop dat je al de bermen ziet. Voldoende partners betrekken, dan bereik je ook zeer veel meer mensen. Dus ook alle gemeentes hierbij betrekken. En de compatibiliteit met waarnemingen.be, dat is ook zeker een plus, omdat er al zoveel gebruikers op waarnemingen.be zitten en omdat er ook zoveel waardevolle gegevens al in die databank zitten. Dus een uitwisseling in beide richtingen zou echt optimaal zijn. Oké. Okay. Dus hoe zien wij dat? Dus die opbouw van de Citizen Science invoermodule. We zouden dus zeker voorstellen om een app te ontwikkelen voor invoer op terrein, voor beginners en gevorderden. Maar ook de mogelijkheid geven om papieren formulieren in te voeren achteraf op een website. Er zouden best op voorhand bermsegmenten worden ingetekend, 50 meter, omdat dat nu al bij de waterweg gebeurt, met segmenten van 50 meter. En die kunnen dan geadopteerd worden. En er kan dan prioriteit gegeven worden aan bepaalde segmenten die ingetekend worden en waar daar rode lijstsoorten en habitatsoorten zich bevinden. Eigenlijk kunnen de opdrachtgevers zelf een beetje intekenen waar zij prioriteit aan geven. En een output met bermscores op een overzichtskaart op de website is zeer belangrijk en ook een beheeradvies. En de exportmogelijkheid van data ingevoerd in de Bermen-app naar waarnemingen.be. Oké. Okay. En ja, dat is hier eventjes al zo'n formulier, hoe dat er zou kunnen uitzien. Dus dat je dus soorten kan aanvinken die je ziet en ook abundanties. En daar zou dan automatisch het bermtype moeten uitrollen. De rode lijstsoorten, habitatsoorten, wordt er dan automatisch uitgehaald. En dan heb je ook ja, die oriëntatie, die is ook verwerkt in die bermscore. Dus zuidgericht, hoe groot is de hellingsgraad? Is er vergelijkbare vegetatie in de nabijheid of is er een waterloop? En ook problemen kunnen gemeld worden met overhangende vegetatie, sluikstort of verkeersslachtoffers of andere opmerkingen. Oké, dat was het voor mijn onderdeel. Ja, en dan is er dus nog een hoofdstukje voor de beleidsaanbevelingen, dus voor hoe dat er nu verder gegaan moet worden. Dat is onderverdeeld in een aantal luiken, waarvan sensibilisatie en motivatie sowieso wel een heel belangrijk item gaat zijn. Omdat, ja, bermen, dat zijn belangrijke aanzichten van gemeenten en kunnen dus ook belangrijke habitats zijn. En blijkt dat er toch nog altijd regelmatig moeilijkheden zijn bij beheer. Dikwijls worden er wel richtlijnen gegeven en worden die genegeerd. Dikwijls omdat het te goedkoop of te snel moet gebeuren. Dus belangrijk is alleszins dat er een goede opleiding is en zeker een goede samenwerking. En dat er dan ook duidelijke bestekken worden opgesteld met duidelijke instructies die dus eenvoudig gevolgd kunnen worden op terrein.
Als dat er allemaal is, dan kan er natuurlijk opgetreden worden wanneer dat er verkeerd wordt uitgevoerd. De term ja, beheerders die hier overal gebruikt wordt, moet wel in de brede zin van het woord gebruikt worden. No? Dit, het gaat niet enkel over de mensen die effectief maaien, maar dat zijn ook de provincies en andere overheden die opdrachten geven. Ja, de databank die werd zo flexibel opgesteld dat ook bestaande beheerplannen van gemeenten die er al zijn, kunnen opgenomen worden. Want ja, er zijn veel gemeenten die al een beheerplan hebben opgesteld. En dat kan dus heel afstompend zijn als het niet mogelijk is om dat in het nieuwe systeem op te nemen. En ja, waardoor dat dus een gemeente niet meegaat in het verhaal, wat dus zeer jammer zou zijn. Want ja, de gemeenten zijn sowieso wel heel belangrijke partijen, omdat deze het huidige netwerk dat in de database zit nog zeer veel verder kunnen verfijnen met alle extra bermen in, op een grondgebied. Ja, dus het belang daarvan, dat moet zeker gecommuniceerd worden en ja, dat kan alleen maar door grootschalige communicatieacties op poten te zetten. De Atria-werking en de Kaplon-nieuwsbrief bij BPM kunnen daarbij helpen ja, voor het informeren van lokale besturen. Het heeft daarnet ook al gegaan over de tips naar het te voeren beheer. Die kunnen volgen uit het scoresysteem, waarbij dat er een beslissing kan genomen op worden op basis van de landschaps-ecologische waarde en of ja, de biotische waarde. Daarbij kan er nog verder gekeken worden naar enkel de totaalscore of de verschillende deelscores. Zo kan ja, een berm met een hoge biotische waarde het beheer afgesteld worden op de vegetatie of zelfs een specifieke rode lijstsoort die er aanwezig zou zijn. Een ander voorbeeld is dat een berm met die nooit een hoge biotische score zullen kennen of bereiken, dat die bijvoorbeeld aangeplant kunnen worden met bloem- of bestrijke struiken, zodat ze op die manier een andere hoge verbindende functie en landschappelijke waarde kunnen bekomen. In dat doorvertalen van scores en zeldzaamheden ja, naar het optimalisatie van beheer moet er altijd rekening gehouden worden met het huidige of het voorgaande beheer en de andere waargenomen soorten. Te snel wisselen van een gevoerd beheer kan zorgen voor een eerder ja, een achteruitgang dan net een verbetering. Dus ja, er zal altijd expert judgment nodig zijn voor te wisselen van beheer of het beplanten ja, van sommige bermen. Of dat wenselijk is of noodzakelijk is of net niet mag vanwege ja, schaduw op andere waardevolle bermen, veiligheid voor de gebruikers enzovoort. Ja, en rechtstreeks het wisselen van beheer uit een app laten volgen gaat ook moeilijk zijn, omdat er altijd ook praktische afwegingen noodzakelijk zijn om een correct beheer vast te leggen. Ja, hier nog eens een paar voorbeelden. Hè. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat we af moeten van de situaties waarbij dat er bermen volledig worden doodgespoten of ja, dat minder interessante bermen volledig gedomineerd worden door brandnetels, dat we allemaal liever dus de bermen zien met een hoge bloemrijkdom. Dus nog zeker wel wat werk aan de winkel. Verder rond de historische data is het interessant om ook nog andere bestaande historische gegevens mee te nemen in de database. Omdat al die data samen, daar kan dan een baseline, een basislijn bepaald worden voor een verschillende berm. En om dan ja, een duidelijke evolutie in beeld te brengen. En als we die evolutie dan in beeld kunnen brengen, dan kunnen er nog concretere aanbevelingen gebeuren voor dat segment. Dat betekent wel dat er een digitalisatie zal nodig zijn in verschillende gevallen, omdat er nog, ja, er zijn heel veel oude gegevens die nog op papier zijn ingevoerd en die moeten allemaal dan worden overgenomen in dat nieuwe systeem. Een heel belangrijk punt is het feit ja, dat de databank zeker geen statusgegeven mag zijn hè, en dat die bij nieuwe inzichten moet kunnen gecorrigeerd worden of uitgebreid worden als dat noodzakelijk zou blijken. Ja, de huidige structuur van de databank is natuurlijk zo opgesteld dat dat altijd mogelijk is. Rond puntgegeven. Zoals al eerder aangegeven, ja, puntwaarnemingen zoals een zeldzame orchidee, dat zijn heel belangrijke elementen die een belangrijk signaal kunnen geven aan beheerders en zouden zeker moeten verder uitgebreid en opgenomen worden. Het is niet enkel vanuit de vegetatie of vanuit de soorten dat er moet gekeken worden. Het is ook belangrijk dat de beheerder belangrijke knelpunten kan aangeven.
Zodat ja, als veiligheid een belangrijke factor is, dat zeker niet vergeten wordt. Voor dijken en waterwegen is het daarnaast ook belangrijk dat er erosiebestrijding ook zeker een belangrijke aandacht verdient. Ja, daarvoor hebben we de cementen daarvan hebben we sowieso niet verwijderd uit de databank, omdat het niet betekent dat een ander beheer meteen ook betekent dat er een afbreuk zou zijn aan veiligheidselementen. Maar het is sowieso wel een aandachtspunt dat zeker niet genegeerd mag worden. Ook andere gekende knelpunten moeten zeker opgenomen worden in de databank. Hè. De aanwezigheid van exoten is zo een belangrijke zichtbaarheid op kruispunten. Ja, fietsers die regelmatig moeten uitwijken voor overhangende vegetatie of wat dan ook, dat moet allemaal best opgenomen worden. Daarnaast is er voor AWV al een meldpunt voor dergelijke knelpunten, wat ook betekent ja, dat ontwikkelaars altijd van dergelijke systemen zeker moeten betrokken worden in het vervolgverhaal, zodat een naadloze integratie mogelijk is. Nu concreet het vervolgtraject. Het is dus belangrijk dat alle verschillende partijen en ontwikkelaars samenkomen om er samen mee verder aan de slag te gaan, waarbij dat er belangrijke aandachtspunten zijn. Ja, dus zodat er een specifieke app ontwikkeld wordt vanuit de overkoepelende instanties, zodat die bruikbaar is voor iedereen. En dat die gebaseerd is op de reeds opgemaakte database om al de historische gegevens op te kunnen nemen en zeker niet te verliezen. Een andere belangrijke vraag is, ja, wie gaat er instaan voor een databankbeheer in de toekomst? Hè? Wie gaat de servers draaien en zo verder? Dat zijn allemaal punten die verder moeten bekeken worden. Nog een belangrijke is, van, ja, wat moet de app nu juist kunnen en wat net niet? Hè? Er straks is al aangegeven dat er een verschil is tussen professionelen die invoeren en amateurs die invoeren. En ja, er kan nog zijn dat er een aantal andere belangrijke punten moeten kunnen opgenomen worden die nu nog niet in beeld zijn. Dus ja, zeker belangrijk dat die aangegeven worden. Dat betekent dus ja, dat er zeker een degelijke communicatie moet opgezet worden die ook doelgericht kan werken. En tot slot, ja, het systeem moet een evaluatiesysteem zijn voor beheerders, zodat ze ook op een gemakkelijke methode eigenlijk kunnen gaan nagaan of dat ze nu goed bezig zijn. En dat betekent dus ook dat er geen pure inventarisatie-app moet zijn, waar dat er enkel maar ja, gegevens worden opgeslaan, maar dat er dus ook voldoende tips ook naar het beheer, dus terug uit het systeem vloeien. En zoals al aangegeven, expert judgment gaat wel altijd noodzakelijk blijven om bepaalde beslissingen te nemen. En dat was het eigenlijk in een notendop wat er gebeurd is. Bedankt, Brecht. En Rosmarijn. Ja, ik hoor mezelf tweemaal, ik weet niet. Ah, het is oké. Dus bedankt voor de heel inspirerende toelichting. Ik wil ondertussen ook nog eens meegeven aan alle deelnemers dat er de opname en de slides dus ook zullen bezorgd worden aan iedereen die ingeschreven is. Ja, en maar misschien kunnen we de vragen eens overlopen die in de chat staan. Maar de meeste zijn al beantwoord. Dus maar we gaan misschien nog eens kort erdoor gaan. Hè. Dus... bovenaan zie ik daar dat Thomas een vraag had in verband met gewestwegen, of dat het enkel gewestwegen zijn of ook gemeentelijke wegen. Dus momenteel zijn het de gewestwegen, als ik het goed heb. Marleen, die hier ook aanwezig is, mag mij altijd aanvullen. Dus ja. Ik dacht, horen jullie me? Ja, ik hoor u. Ja. Ik dacht dat het dat in de studie... gaat het een vraag over wat er is opgenomen in de studie? Ja, ik denk het. Ik vermoed het dat dat is. Ja, dat is... Ik weet niet in hoeverre dat de gemeentewegen daar ook bij zitten. Ik denk dat dat beter op antwoord. Ik dacht dat er zoveel mogelijk inventarisatiegegevens verzameld zijn. Dus ik weet niet in hoeverre gemeentewegen daar ook bij zitten. Ah.
Ja, ik kan daar wel vlug op antwoorden. Hè. Dus zijn voorlopig dus de gewestwegen en de waterwegen die erin zitten. De gemeente die zitten daar nog niet in. Zoals daar straks ook op de kaart te zien is, kan ze nog even terughalen. Dat zijn alle segmenten die momenteel in de database zitten. Brecht, kan je misschien nog eens even zeggen waarom de Ring van Brussel niet zichtbaar is? Dat is ja, vermoedelijk omdat er ergens de gegevens niet meer te linken waren aan de exacte locaties. En daardoor ja, zijn die waarschijnlijk in de, ja, de minder bruikbare gegevenstabel geraakt. Als daar terug een duidelijke link kan gelegd worden, dan kan dat terug in beeld gebracht worden en ja, dan staat die daar terug op. Ik blijf het zeggen dat dat spijtig is dat we die hier niet zien. Omdat dat een van onze eerste en belangrijke bermbeheerplannen was. Dus daar moet ik dan eens naar kijken hoe dat er komt. Ja. Ja, dan, het belangrijk dat... misschien om te vermelden is dat de databank eigenlijk in volle opbouw is. Mm-hmm. En dat de bedoeling is dat uit te breiden, naar de toekomst toe zeker ook gemeentewegen. Maar de idee is wel om daar samen te zitten en samen met de partners, gemeenten, provincies, te kijken hoe dat vlot kan gebeuren. Het is dus maar een eerste aanzet met een deel van de gewestwegen, moeten we zeggen. Dus er zit nog lang niet alles in. Ja. En hiermee is dan ook die vraag beantwoord van, wacht hoor, ja, van die gemeentelijke wegen. Hè. Ja, dan was er Daan die ook de vraag stelde of die databank nog kan verfijnd worden. Ik denk dat dat in de rest van de toelichting wel duidelijk werd. Hè, dat dat de bedoeling is dat die aangevuld wordt. Hè. Dus, maar er zijn dus verschillende manieren. Ja. Ik denk misschien om op Daan zijn vraag te antwoorden. Het is dus de bedoeling om met citizen science te gaan werken naar de toekomst toe. Maar er zijn ook nog bestaande data. Dus de idee is ook om historische data verder op te nemen. En natuurlijk door allerhande actoren, zeker ook de lokale actoren. En ja, de idee is zeker om met die actoren verder te gaan samenzitten, om te bekijken, zeker naar historische data toe, hoe kunnen die het vlotst opgenomen worden. En verder daarnaast bij de uitbouw van de citizen science, van een invoermodule, maar ook een feedbackmodule of een knelpunt, meldpuntmodule, te gaan bekijken hoe dat heel hyperdynamisch kan gemaakt worden in de toekomst. Dus we zitten nu met te veel verspreide data bij heel veel actoren, soms ook niet digitaal, maar vaak wel digitaal, maar dan echt bij de gemeente of bij een provincie. En eigenlijk de waarde om dat samen te brengen, zodanig dat we daar veel meer actief en dynamisch mee kunnen omgaan, genereert de mogelijkheid om feedback uit dat systeem te krijgen. Brecht heeft dat ook al toegelicht om een baseline te gaan bepalen. Om te zeggen van kijk, met die aanwezigheid van die en die soorten flora en fauna en die evolutie in uw gemeente of in uw provincie kunnen we eigenlijk wel bepaalde conclusies gaan trekken die ons gaan helpen naar het beheer toe, om veel specifieker te worden en om ook de vinger aan de pols te houden bij dat beheer. Ja, oké. Okay. Dank u wel, Olivier. Daan vroeg dan ook nog of er al een link is met waarneming.be, maar dat is er dus nu nog niet. Hè. Allee, dus, maar dat zou eventueel dus met die citizen science projecten wel kunnen. Hè. Dat was een van die mogelijkheden. Ja, dan denk ik dat ik door de chat... Ah nee, toch, er zijn er nog bijgekomen. Een vraag van Peter Willems. Kan zal elektrificatie wagenpark de biotische score van de bermen verbeteren? Ik weet niet of dat het zal, zeker, het zal ja. zeker voor minder vervuiling kunnen zorgen. Hè? Dus, ja. Ja, oké. Okay. Dan Roel Gendriks. Zal er gekeken worden naar een samenwerking met de gisleveranciers van steden, opdat de stad niet naast hun gisomgeving dient te werken? Ah ja, ik begrijp het. Ja, dus dat ze echt in hun eigen omgeving kunnen werken.
dat er een wisselwerking kan zijn tussen de systemen. Dus ik denk dat daar nu ook al een beetje op geantwoord is, daarnet. Ik denk wel dat dat de bedoeling kan zijn, als we samen zouden zitten. Ja, het is... misschien, je kan Roel concreet zijn met een voorbeeld of dergelijke. Of even wat toelichting geven. Ja, goedemorgen. Ik werk voor de stad Hasselt. We hebben een bermbeheerplan in functie van de biodiversiteit. Dat wij samen opgesteld met een lokale universiteit. Dat zit in onze GIS-omgeving. Daar worden onze bestekken op gemaakt, daar worden onze beheerplannen op gemaakt, onze faseringen opgemaakt. Wij hebben momenteel de leverancier GeoIT. Dit is een heel waardevol project, want bijsturing, verbetering is altijd aangewezen. Maar wij zullen niet snel geneigd zijn om data te gaan ingeven of aanpassen of bekijken in twee systemen. Dus als er bijvoorbeeld een gesprek zou kunnen gevoerd worden met grote leveranciers aan steden en gemeenten, zoals GeoIT, dat die databanken met elkaar corresponderen, dat zou wel heel interessant zijn. Ja, ik denk dat Bericht daar misschien op kan antwoorden, maar belangrijk is inderdaad dat wij wel naar een zo breed mogelijk opgebouwde database-structuur gekeken hebben, waar die voldoende flexibel is om te gaan aanpassen naar specifieke noden van gemeenten of steden en provincies. Brecht, ja, misschien kan jij technisch even wat meer duiding geven. Dat is zeker de bedoeling. Het is vandaar ook dat ik gezegd heb dat daar alle ontwikkelaars zeker nog moeten samen gaan zitten voor het vervolgtraject, om dan te zien van wat is nu de gemene deler? Wat moet er allemaal in zitten? Wat moet er niet in zitten? Maar het is wel eigenlijk de bedoeling dat dit als overkoepelend geheel gaat werken, zodat dat er niet enkel binnen één gemeente gaat gekeken worden, of één stad in dit geval. Want het is de bedoeling om één grote landschappelijke verbinding te krijgen en dat gaat over de grenzen heen. Dus vandaar dat dit overkoepelend systeem toch wel zeker de nadruk moet krijgen. Het is zeker de bedoeling dat alles wat er nu beschikbaar is, dat heel eenvoudig kan overgenomen worden in het grote geheel. Hè. Ja. En vice versa ook een stuk, hè, Brecht. Dus het is zeker. Uitwisselbaarheid moet kunnen, maar natuurlijk... Ja. Je kan maar data uitwisselen als je ergens inzage hebt over de formats. Wat zit daarin? Hoe kun je dat er best insteken? Dus er kan ook bijvoorbeeld concreet richting Hasselt een aantal tips gegeven worden. Hè? Ja. Dat bedoel ik naar jullie intern systeem, Roel. Maar het is ook vice versa. Hè? Het is een kwestie van zaken op elkaar af te stemmen. Zoals Brecht zegt, zoeken wij nu een beetje de grootste gemene deler. In elk geval is die database die is heel professioneel opgevat. Zeer flexibel opgebouwd en het is een kwestie om dat verder te gaan afstemmen. Oké. Dan komen we bij Peter Willems, die vraagt of dat er een app kan ontwikkeld worden die direct op waarnemingen.be geënt is als een onderdeel van, staat er tussen haakjes. Misschien best aan Roos Marijn om even te antwoorden. Ja. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. We hebben eigenlijk in het rapport ook wel de verschillende mogelijkheden opgelijst. Minder of meer verbonden met waarnemingen.be. En het voordeel van meer verbonden met waarnemingen.be is wel dat je al de kosten voor het onderhoud, die zitten daar al in. Want als je een volledige nieuwe app, een onafhankelijke app gaat moeten ontwikkelen, dan kost dat echt superveel. Dus er zijn wel heel wat voordelen aan verbonden om een nauwe samenwerking met waarnemingen.be. Maar ja, er zijn verschillende mogelijkheden. En zoals die meetnetten-app ook, dat is dan ook door dezelfde ontwikkelaars, Sostera van waarnemingen.be. Maar dat is wel een aparte app. Dus ja, dat gaat allemaal nog moeten bekeken worden wat dat het budget is en wat dat de wensen zijn. Oké. Dan hadden we een reactie van Kim op die elektrificatie van het wagenpark en de biotische score. Die vreest dat er meer dieren onder de wielen zullen komen. Dus ja. Ik
weet niet, Kim, misschien? Ah, omdat het misschien omdat het stille wagens zijn of zo. Ah ja, ik heb zelf al een paar keer meegemaakt dat ik daaronder zat, omdat ze niet wordt komen. Ah ja, ja, ja. Maar zelf niet te fietsen trouwens. Ik zie dan dieren die luisteren ook. Hè. Komt er geluid af? Als ze niks horen, ja. Denk ik dat er veel meer gaan verderreden worden. Oh. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, dat is een aandachtspuntje voor die wagens. Dan. Wacht hoor. Is ANB betrokken? Ja, dat is van Stefan voor u. Is ANB betrokken in functie van opmaakbermbeheerplan als natuurbeheerplan? Zoals omschreven in het natuurdecreet. Ik weet niet. Ik kan misschien toelichten. Ja, ja, ja. De gemeenten met een bermbeheerplan, die zijn door ANB gecontacteerd. Want dat stond in de nieuwsbrief van ANB. Want die bermbeheerplannen moeten normaal om de x jaar herwerkt worden. Van ofwel die verder op te maken in het format van een natuurbeheerplan. Dus zoals dat juridisch omschreven is. Oftewel ook nog blijven. En dus een ander type van werkbeheerplan die niet het schabloon volgt van het natuurbeheerplan. Maar de vraag is een beetje of dat deze methodiek, deze app, kan afgestemd worden zodanig dat er automatisch, of dat het toch een tool is om een gemakkelijker het bermbeheerplan van de gemeente te actualiseren. Dan zeker ook omdat daaruit de mogelijkheid valt om af te wijken van het bermbesluit. Dus van dus die oplegde data, maar die ecologische zin niet altijd de meest optimale zijn. Dus heel wat gemeenten willen in functie van de ecologische doelstelling dat toch wel dat achter de hand hebben om een maaischema op te maken. Vandaar dat ik eventjes, want ik heb denk ik de naam ANB niet horen vallen, maar die is misschien ook wel een omdat die bermbeheerplannen moeten goedkeuren en die kijken dat soms met de loep op. Vandaar dat ik eventjes dit hier naar voren schuif. Want ze zaten wel in de stuurgroep, hoor. Ze zijn betrokken geweest. Dus, maar we hebben dus nu de databanken van AWV en van de Vlaamse Waterweg gebruikt. Maar voor het verdere antwoord... ik weet niet wie dat daar kan op antwoorden. Rechten misschien? Ja, ik kan er wel aan toevoegen. Het is niet de bedoeling dat deze app een heel beheerplan gaat vervangen. Hè. Gelijk ik ook al aangegeven heb, het is een inventarisatie waarbij dat er wel beheertips naar voren geschoven worden om dan te zien van wat is hier ecologisch optimaal. Maar er zijn altijd verdere afwegingen die door expert judgment moeten opgenomen worden. Hè. Dus er gaat altijd gewoon... Dit gaat het vergemakkelijken. Hè. Uw gegevens zitten hierin en kunnen gedestilleerd worden. En dan komt de afweging natuurlijk hè, van wat is hier optimaal en dat moet dan doorvertaald worden in een beheerplan. Maar feit is wel dat de data of de wijze waarop we aansturen naar dataacquisitie en verzameling op terrein volledig compatibel zijn met alle facetten van het vernieuwde bermbeheerplan, type natuurbeheerplan. Hè. Dus de elementen zitten daarin, worden ook gescoord, of de idee is toch om dat daar volledig één op één in lijn mee te zetten. Dus belangrijk is dat het hier inderdaad over data gaat, databank, en niet over een beheerplan dat er via een app gaat uitrollen. Hoewel, en dat is heel belangrijk, we leggen wel de brug, om zoveel mogelijk feedback te geven. Maar dit zal ook succes hebben in de mate dat dit... één, dat een databank verder zal uitgebreid worden met bestaande data en toekomstig te verzamelen data. En twee, dat het... dat iedereen daar ook op een dynamische manier mee gaat omgaan. Hè? Dus dat we eigenlijk een heel dynamische databank gaan krijgen. Dus in die zin, ja, hè, maar er gaat nooit een volledig beheerplan gaan uitrollen. Dat gaat wel voor de nodige compatibiliteit zorgen. Oké. En dan is er nog het tweede luikje van de vraag van Stefan. Of dat vrijwilligers dan toestemming kunnen krijgen om bermen van snelwegen, spoorwegen enzovoort te betreden. Dat zal ik op antwoorden. Ja. Dat kunnen wij onmogelijk toelaten vanwege de veiligheid van de mensen zelf. Dus zeker voor snelwegen en
ik kan me niet uitspreken over spoorwegen, maar het ligt wat voor de hand dat hetzelfde is. Kunnen wij de mensen niet, vrijwilligers niet toelaten op de wegbermen? Wij laten dat wel toe voor opdrachten die we zelf uitschrijven. En daar wordt dan een toestemming voor verleend. Maar we kunnen dat moeilijk doen aan iedere vrijwilliger. Wat de andere gewestwegen betreft, daar kan dat wel. Hè. Dus andere gewestwegen zijn wel toegankelijk. Hè. Dat ligt wat voor de hand. Dus daar kunnen we, daar kunnen vrijwilligers wel data verzamelen. Marleen, Nancy de Klerk hier. Ja. Onderhoud West-Vlaanderen. Wat gewestwegen betreft, moeten we ook nog rekening houden dat er een x-aantal gewestwegen, niet veel meer zijn, maar dat er toch nog een aantal gewestwegen zijn waar dat de snelheid hoger ligt. En om daar de bermen te betreden, dat zelfs onze aannemers botsers nodig hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik denk hier aan de N31 in Brugge. Ook daar is het niet mogelijk om zomaar de berm te betreden. Dat zijn dan de type wegen die eigenlijk bijna functioneren als een snelweg. Inderdaad. Er zijn er toch een paar ringen rond Roeselare bijvoorbeeld enzovoort. Dus daar moet er wel rekening mee gehouden worden. Oké. Ja. Dan gaan we terug naar Roel Gendriks. Die stelt de vraag of dat biodiversiteit een doelstelling op zich is, of mag dit gecombineerd worden met verbetering van bodem, zoals humus, bodem, voedselweb, in functie van droogteresistentie en opslag van broeikasgassen, om zo ook een betere standplaats te creëren voor laanbomen? Ja, daar zal ik op antwoorden, als dat mag, of toch een voorzet. Ja, ja. Het is belangrijk om goed te beseffen dat biodiversiteit is een doel op zich alvast. En dat wij alleszins hier met deze databank werken om gegevens rond biodiversiteit van bermen zoveel mogelijk te integreren. Waarom is dat? Omdat het eigenlijk tot op heden een beetje verwaarloosd is. Niet dat gemeenten of steden geen moeite doen of overheden, integendeel. Maar soms laat het wel te wensen over. En wat vooral pijnlijk is, is dat er op een bepaald moment gegevens zijn en dat die nadien dreigen te blijven liggen of dat men daar individueel mee bezig is. Dus niet op een dynamische manier, niet op een toekomstig gerichte wijze. Dus biodiversiteit, we lopen eigenlijk een beetje achter. Vaak gaat de biodiversiteit ook nog achteruit, helaas. Niet altijd, gelukkig maar. Maar er kunnen veel meer stappen voorwaarts gezet worden door een geïntegreerde benadering, als we allemaal iets meer kunnen gaan samenwerken in de toekomst. Hè. Dus daarom, biodiversiteit, absoluut ja, hè, uitroepteken. Wat betreft onder andere functionaliteiten die bermen kunnen vervullen, ik denk ook aan veiligheid, het belang van veiligheid is er een van, erosiebeperking, of toch een buffer vormen. Hè, dat is rond opslag van CO2, dat is klimaatbufferend, bodemverrijkend misschien ook. Hè. Dat zijn allemaal mogelijke functies. Die gaan niet direct uit deze app komen, of niet onmiddellijk. Maar ik wil bijvoorbeeld eens even het kruisverband of een link leggen met boomportaal of boommodules, waarbij je ook aan, afhankelijk van je aanplant van laanbomen, kan gaan zeggen, oké, hoeveel draagt mijn boom bij aan CO2-opslag? Hoeveel draagt die bij aan klimaatresistentie in termen van droogte, maar ook vochthuishouding en verkoeling vooral in lanen, aan fijnstofhuishouding en dergelijke meer. Dat zijn aparte modellen en modules, zou ik maar zeggen, die hier niet geïntegreerd zijn. Maar je kan je wel voorstellen dat wanneer wij hier een output hebben, op basis van een scoresysteem, zowel landschapsecologisch als ecologisch, dat we daar echt wel toe in staat zijn om samen met de output van bijvoorbeeld een klimaatmodel of een boommodule, om daar echt wel een advies samen uit te brengen naar een gemeente of naar een stad toe van kijk, wat kunt je nu best gaan doen? Je gaat geen berm die vol staat met de meest zeldzame planten of met bijzondere soorten van fauna die tussen de natuurgebieden liggen gaan zeggen en hier gaan we een keer omfrezen om daar wat humus in te mengen en die te gaan planten met bomen en struiken. Ja, dat zou kunnen zijn dat je dat toch in overweging wil nemen, hè, maar dan gaat je een trade-off hebben, een afweging.
waarbij dat je bepaalde belangen, klimaat, CO2-opslag, bodemzorg ook, laten we dat niet vergeten, maar ook biodiversiteit een beetje naast elkaar gaat zitten. En dat ook in landschappelijk en landschapsecologisch verband gaat bekijken. Dus in die zin zeg ik ja, dit moet gecombineerd worden, maar het gaat niet allemaal uit deze module of uit deze databank vloeien. Daarvoor is uw vraag, behandelt die te veel complexiteiten die je niet zomaar gaat kunnen vatten in een enkele database. Er bestaan al zaken die je daardoor ook naast elkaar niet moet gaan gebruiken, maar met elkaar, en die misschien ook, waar we misschien ook enkele afstemmingen zouden kunnen gaan doen in de toekomst. Maar het is zeker een belangrijke vraag, maar het is heel complex eigenlijk. Oké. Ik weet niet of Roel of dat volstaat als antwoord, hoor. Ja, natuurlijk. Ik verwacht geen eenduidige antwoorden op zo'n vraag, maar wij zitten meer en meer met die overweging. Het is zeker niet de bedoeling om dingen te gaan toevoegen, maar je kunt wel dingen laten opbouwen in een bodem. Maar ja, je moet altijd die afweging maken tussen landschap, bestaande ecologie en biodiversiteit. Dat is zeker, zeker waar. Maar ja, we zitten met die overwegingen omdat wij merken, we hebben bijna al 10 jaar een bermbeheerplan gericht op biodiversiteit. Dat verschalen momenteel heel moeilijk is, gewoon door de stikstofneerslag. En dat we eigenlijk op sommige vlakken weinig winsten boeken die we wel zouden kunnen boeken volgens de theorie. En dan zijn we eerder geneigd om bijvoorbeeld te gaan kijken van hoe kunnen we die bodem laten opbouwen, dat die wel water gaat vasthouden, dat die een goede waterhuishouding gaat krijgen en dat die geschikter wordt voor bomen bijvoorbeeld. Of dat we een beetje kunnen gaan spelen met onze afvalstromen. Want die felgroeiende stikstofrijke bermen, die produceren ook enorm veel afval, om het zo te zeggen. En daar willen we gaan kijken om dat meer circulair te maken, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal nog boeiende dingen om mee aan de slag te gaan. Oké, nu in elk geval, een van de bruggen die we wel al slaan, die heeft Brecht kort toegelicht. Als we vanuit de database eigenlijk kunnen zeggen van, oké, deze bermen hebben eigenlijk veel meer potentie om als houtige berm bijvoorbeeld beplant te gaan worden in plaats van een grazige berm of een ruigte te hebben. Ja, dan ga je daar wel tips krijgen, maar een alomvattende, hoe zou ik zeggen, wel afgewogen conclusie ga je pas krijgen als je, zoals je zelf zegt, je afvalbeheer, maar ook je energiebeheer algemeen, maar ook klimaataspecten, CO2-opslag, maar ook verkoeling, En landschap en landschapsecologie samen eigenlijk in de weegschaal met biodiversiteit gaat brengen. En het is mogelijk dat er vanuit deze app in die richting bruggen gaan slaan. Maar het blijft altijd een complexe afweging. En de nood aan meer info rond biodiversiteit is daar eigenlijk. Want we zien vandaag, en we hebben daar vanuit aan Thea Groep ook diverse steden en gemeenten die we adviseren, vaak de vraag van ja, en nu moeten we iets gaan doen voor klimaat. Maar dan dreigt je soms ook het kind met badwater te gaan weggooien. Dus daarom moet je de zaken echt wel kunnen afwegen. En dat kun je maar doen als je een goede zicht hebt, ook op je evoluties in je biodiversiteit in die bermen. En dat is vaak waar het ontbeert. Gemeenten of steden die soms eenmalig een vaststelling hebben gedaan, ja, dat geeft nog niet uw trend weer. Met zo'n database kunnen wij ook over de gemeente heen veel beter de trends gaan zien. Waar zijn we naartoe aan het evolueren met onze biodiversiteit in onze bermen? Hoe kunnen we daarop inspelen? Hoe kunnen we dat landschappelijk en landschapsecologisch veel beter versterken? En dan zijn er ook bermen waar je gaat zeggen, ja, maar hoog hier gaan we eigenlijk veel meer moeten gaan doen rond klimaat, rond bodem en zo verder. En ik zie daar ook een vraag verderop rond ontharding. Ook daar kunt je gaan zeggen van oké, welke bermen zouden beter ingeschakeld worden die nu vandaag nog verhard zijn en eigenlijk nog geen berm zijn. Maar waar liggen missing links? Waar moeten we? En wat zijn de kansen van ontharding? Dus het zijn allemaal zaken die je dan bijkomend mee in de overweging kan brengen. Maar met deze app nog maar eens, is het echt wel biodiversiteit, eerst en vooral, om reden dat het eigenlijk dreigt op de achtergrond te geraken. Omwille van een gebrek aan integratie en dynamiek. Ja,
Oké, dank u wel. Olivier, ik denk dat die vraag van Christine dan ook hiermee beantwoord is. Ik denk niet, alleen in dit onderzoek hebben we toch geen afstemming gemaakt met ontgaardingen. Dus ja, dan komen we, dan zie ik hier nog een discussie tussen Peter en Kim, nog altijd over die elektrificatie van het wagenpark, denk ik. Over snelheid en geluid van banden, waardoor dat de dieren onder de wielen geraken en zo. Ja, ik weet niet of dat daar nog iets over gezegd wordt. Het klopt wel, hè, dat het geluid van autosnelwegen, vooral van het geluid van de autobanden is. En het klopt ook dat ze stilrijden, dat je ze bijna niet hoort. Hè, ja. Dus zullen we moeten afwachten wat resultaten dat geeft. En we weten nu met dieren dat die vooral worden aangereden op gewestwegen, aan de autosnelwegen sowieso gemeden worden. Allee, meestal gemeden worden. Maar goed, ja, de toekomst zal uitwijzen of dat er gaat toenemen of op die gewestwegen. Mm-hmm. Oké. Okay. Wel. Ik weet niet of dat er nu nog vragen zijn. Ik zie geen vragen meer in de chat. Ja. Zijn er nog mensen die vragen hebben? Dan kan dat nu ook via handopsteking. Hè? Dus als je nu nog vragen zou hebben. Dus, ja, ik zie hier een handje van Paul Segers. Ja, zeg maar. Ja, misschien is het ook interessant om lichthinder bij te pakken. Dat is een aspect dat we nu meer en meer aan het opvolgen zijn vanuit de natuurverenigingen en de gemeenten. Maar dat kan ook mee opgenomen worden voor de Vlaamse bermen, omdat dat ook gelinkt is met de biodiversiteit. Dus lichthinder kan wel een belangrijk aspect zijn op soorten. En misschien is dat ook een elementje dat we er kunnen mee inbrengen, zodanig dat dat ook mee opgenomen wordt in de databank. Als er storende elementen zijn, hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Een stukje heeft ook te maken natuurlijk met de gemeentelijke masterplan van verletting. Dus men is daar volop aan het werken. Nu, de intentie van de Vlaamse overheid is zo weinig mogelijk verlichten, dus dat zit redelijk goed. Maar we merken toch soms nog wel nieuwe knelpunten. Zeker op bermen van waterlopen enzovoort. Maar dat men toch ook soms al eens durft tegen een dorpscentra de vraag te stellen om daar ook verlichting aan te brengen enzovoort. Ik denk dat dat ook een aandachtspunt is dat we kunnen mee opnemen voor de toekomst. Oké, dank u wel, Paul. Dat is een prima tip. Inderdaad, zeer relevant. Ook het type van verlichting en dergelijke. Nu, ik denk dat dat ook heel belangrijk is en daarmee wil ik nog eens onderlijnen. Het is voor ons ook een heel grote gisoefening geweest om zaken bij elkaar te brengen. En in die zin zijn data die digitaal in geografische informatiesystemen zitten wel erg handig om dat soms automatisch te gaan linken en de effecten daarvan in relatie te brengen tot de biodiversiteit. Hè. Dus dat zijn zeker, zeker interessante tips en iets wat dat verder zou moeten bekijken. Ja. Dus ik wil ook nog even meegeven dat jullie altijd nog, als jullie bijkomende vragen hebben, dan kunnen jullie die ook nog stellen aan ons. Ik denk dat dat het e-mailadres is van vpo@vlaanderen.be. Dus als jullie nog bijkomende vragen hebben of bijkomende tips, dan mogen jullie die zeker ook bezorgen. Dus ja, ik merk dat er niet echt nog vragen bijkomen. Ja, dus dan zou ik... Dan stel ik voor dat we afronden. Dus we zijn eigenlijk
ruim een uur bezig. Dus, eigenlijk hadden we wel nog wat meer tijd voorzien. Dus maar ja, als alles duidelijk is, dan gaan we hier afronden. Hè. Dan wil ik zeker de mensen van Studiebureau Antea en ook van Natuur.studie, dus Olivier en Brecht en Roosmarijn bedanken voor de heel interessante toelichting. En ik wil ook iedereen bedanken hier aanwezig. Dus, en ook voor de heel interessante vragen, de uitwisselingen van informatie, de tips en zo. Dus, en jullie krijgen de slides. En ik zag ik nu nog een vraag of niet? Nee, ik dacht dat ik een vraag zag. Toch nog een vraag. Ja, ik. Stijn Verstraten heeft toch nog één vraag, dat kan, hè. Dus, zijn de resultaten van het onderzoek online beschikbaar en hoe kunnen we op de hoogte blijven van de verdere vooruitgang van dit project? De studie staat nog niet online, dus is nu in een afrondingsfase. Dus, die gaat zeker online komen op onze website. Het vervolgonderzoek daarvoor moet nog een bestek uitgeschreven worden. Dus, maar dat gaat zeker, een keer dat dat loopt, zullen we dat zeker dus over communiceren. Ja, dus alleen een keer dat dat vervolgonderzoek afgerond is en zo, en als we bezig zijn. En als dat van toepassing is, dat jullie erbij betrokken worden en zo, dan gaan we dat zeker niet nalaten. Dus ja, dan wil ik hier afsluiten. Dus iedereen bedankt. Dus ja, tot dan. Dag.